Uit je doppen kijken. Wat zeg je? Kijk uit je doppen. Ja, we zijn klaar voor. Naast de activiteiten die we hier op de locatie Binden met Kunstenaars organiseren, organiseren we safaris speciaal voor de mensen die niet zo makkelijk zelf de buurt in kunnen. Om te kijken en de verhalen aan te horen en te kijken wat voor mooie plekken er te vinden zijn binnen Amsterdam-Noord. Die safaris hebben allemaal een ander thema. Dus er gaan steeds andere kunstenaars mee. Dat zijn safaris rondom gelukkige geluiden, en natuurgeluk, zintuigelijk geluk en kijken uit je doppen. Dus steeds een andere manier om te kijken naar geluksplekken. Ik ben Ali. Ik ben Ali. Jij bent Ellie. Ja. Nee, jij bent Ellie. Ja, jij bent Ellie. Nee, maar dat is ik ben Ali. Nou goed, ik ben Ellie vandaag. Ali. Dit is Ali. Ali en Ellie zijn we. Ali en Ellie. We hebben gewandeld. Ja. We zijn op zoek gegaan naar geluksplekken. Precies. Wat Geluksplekken Noord precies inhoudt, is dat ik vind dat heel veel plekken in Amsterdam-Noord gedeeld kunnen worden met andere mensen waar je normaal niet naar kijkt en die je op een andere manier kan beleven door te luisteren naar verhalen van de bewoners. Eén iemand zei, ik ben weer ook door de bomen in het bos. Ik herinner me ook door een prullenbak eigenlijk weer, ook dat roken is mijn ook geluksplek. Ze gaan nadenken over dingen waar ze niet elke dag over nadenken. Mm-hmm. Ja, en met elkaar zijn. Met elkaar zijn. Als vrijwilliger geeft het je gewoon een goed gevoel als de mensen zo een hele dag buiten zijn geweest en helemaal voldaan weer thuis komen. Wat ik hoop te bereiken met dit project is dat steeds meer mensen in Amsterdam-Noord ook gaan nadenken over waar zij eigenlijk gelukkig van worden in hun eigen buurt. De subsidie heeft bijgedragen dat we het project groter hebben kunnen opzetten, meer partijen erbij hebben kunnen betrekken, meer buurtbewoners hebben kunnen bereiken, benaderen en mee hebben kunnen laten profiteren van dit mooie plan. Het leuke van Amsterdam 750 is dat ook gewone Amsterdammers naast mensen die al projecten organiseren nu een kans krijgen om aan te vragen. En dat zou ik zeker doen als je een leuk idee hebt.